Dit is een verhaaltje, beste mensen, over een goed idee, een leuk idee, wat dan gewoon wordt afgeschoten en afgeserveerd en gaat niet door. Dat is dit verhaaltje. Ja, en het gaat over het Nederlandse elftal. Het gaat over Oranje. Dus ik had bedacht bij mezelf, hoe komt het nou toch dat er geen verbinding is eigenlijk tussen de spelers en de Oranje aanhang. De Nederlanders, nee. Er is geen connectie tussen die twee. En dat kon je ook merken al in de aanloop naar de EK. Dat toernooi leefde voor geen meter. Mensen hadden totaal geen interesse. En ik dacht bij mezelf, hoe komt dat nou? Vroeger waren Oranje straten en iedereen was al weken van tevoren, was iedereen elkaar aan het vertellen, ik heb zin in de EK, leuk Nederlands elftal. Het was helemaal niet aan de hand. En ik dacht, hoe komt dat nou? En ik denk, ja, vroeger, en ik ga niet alles ophemelen over vroeger hoor. Zo'n oude zeurneus ben ik niet hoor. Maar het was wel zo dat ik, ja ik moet hier even ik zeggen, bracht bijvoorbeeld de spelers dichter bij het publiek door mijn programma's. En de mensen leerden op die manier de spelers kennen. Ja, dan wisten ze van, oh, dat is een leuke gozer en die, dat en dat, weet je. En die jongens, die waren zichtbaar. Dat is niet meer zo. Die jongens, die hoor je nooit, je ziet ze nooit. Ze geven eens in het jaar, of weet ik veel, geven ze een keertje een interview. En helemaal niks, helemaal niks. En als ze dan wat zeggen, zeggen ze niks. Of ze houden hun mond, of ze zeggen nee. Of ze kijken een beetje somber in de camera. Of ze trekken weer rare kleren aan, of gaan een beetje ergens staan rappen. En dat is het dan. En verder hoor of zie je niet. Niks van die jongens. Dus ik dacht bij mezelf, hoe kunnen we nou toch een beetje de verbinding brengen tussen de supporters en die spelers. Dus ik ging naar de KNVB en ik kwam met dit idee. Vrienden, let op. Ik heb tegen de KNVB gezegd, luister, je neemt een ruimte en in die ruimte staan een paar tafels. Daar zet je 7, 8 spelers neer en op die tafels, daar liggen alleen maar Oranje spullen. Die de supporters normaal dragen bij een interland. En ook spullen uit het verleden. Van de Indianen en alles, en van de Tietemannen, weet ik, alles. Alles wat er met Oranje, van kroontjes en stukken kaas en weet ik veel, en molens en zoek het uit. De hele klerenzooi. En die leg je daar allemaal neer in krijtjes en die spelers die gaan met elkaar aan de gang. En die gaan dat bij elkaar opzetten en die gaan zelf zitten doen in spiegels en die hebben lol en lachen. En dan krijg je leuke filmpjes. Nou, dat was mijn idee. En dan zet je op het eind gewoon, wij danken jullie voor jullie steun. Gewoon voor de supporters, als een soort dankjewel. He? Of je zet daarbij van, wij zijn jullie grootste fan. Whatever. Nee, zegt de KNVB, dat doen we niet. Want het past niet, ja en daar komt hij, hou je vast. En daar word ik dus kotsmisselijk van. Het past niet in de contentstrategie. Ha, vind je hem goed? Ja, is leuk hè? Ja. Past niet, nee, past niet, nee. Nee, dat ging de KNVB niet doen. En nu ben ik ook zo blij, zeker nu ik het Nederlandse elftal heb gezien. Want dan denk ik, oh, het is maar goed ook dat dat gewoon helemaal niet doorgaat. Oh, als je nou toch te besodemieterd bent en te lamlendig om gewoon geweldig je best te doen. En gewoon er alles voor over te hebben voor het Nederlands elftal. En zeker als je dan daar mag staan in München, in een geweldig stadion. En je speelt tegen Duitsland. Ik bedoel, dat is de droom voor iedereen. Voor iedereen. En je kan het daar niet op brengen. Nou. Jongen, wat een lamlendigheid. En wat dacht je van een keer? Gewoon naar de goede kleur spelen. Is het mogelijk misschien? Ja, nou, zoals het nu gaat, hè, ja, komt er zeker geen verbinding tussen de spelers van het Nederlands elftal en de Oranje aan hem.